Hey, ambitieuze vrouw, super welkom bij deze nieuwe aflevering. En ja, het is januari, op het moment dat ik dit opneem. En nou, ik had zoiets van, goh, wat wil ik nou eens met jullie delen? En het eerste wat intuïtief bij mij naar boven kwam was van, goh, ja, als je je wensen, je dromen, je doelen wil waarmaken, maar wat doe je dan als je uit je flow raakt? Nou ja, het is natuurlijk januari, heel veel mensen die hebben ook begin van het nieuwe jaar, met de jaarwisseling, nieuwe voornemens. Van goh, ik zou zo graag willen dat dit jaar, dat ik dit en dit bereik. En nou ja, goede voornemens. Ik ben altijd iets minder van voornemens. Ik heb altijd wel wensen van oké, ik zou heel graag dit jaar dit en dit willen. Maar ja, sommige mensen zitten natuurlijk heel erg op bepaalde goede voornemens. Hè, van dit jaar ga ik het echt anders doen. Ik geloof dat dat niet per se het begin van het jaar hoeft te zijn om die keuze te maken. Ik vind namelijk altijd dat je elk moment van het jaar de keuze kan maken van hey, zo is mijn leven nu, ik wil het nu anders, dus ik beslis nu dat ik het ga veranderen. Dat vind ik eigenlijk veel krachtiger dan maar één keer per jaar dat je bij wijze van dat momentum pakt. Nou ja. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook hebt. Dat je ook meerdere keren per jaar zoiets hebt van nou, nu wil ik het anders. En het gaan voor je wensen, je dromen en je doelen. Dat is natuurlijk super mooi. Maar het is, de realiteit is wel dat je ook heel snel van je pad af wordt gebracht. En dat het anders loopt dan dat je wil. En daar wil ik het in deze sessie met je over hebben. Want als we gaan kijken naar als je dus verlangens hebt en je wilt dat heel graag manifesteren, je wilt dat waarmaken. Ja, stel nou voor dat je heel graag een eigen bedrijf zou willen starten. Of dat je heel graag een droomhuis wil manifesteren. En dat eigen bedrijf of je droomhuis, als je daarover nadenkt in je hoofd, hè, en je denkt eigenlijk, oh jeetje, eigenlijk is het gewoon veel te hoog gegrepen. En wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment dan krijg je dus die onzekerheid en die twijfel van, oh ja, maar is dit wel voor jou weggelegd? En is dit wel voor jou bestemd? En kun je dit wel? Nou, noem maar op. Dus dan wat er dus gebeurt is, dus in eerste instantie heb je gekozen voor je wensen, je dromen, je verlangens. Hè, van, dit is wat ik heel graag wil. En dat wordt vaak vanuit als je gaat kijken naar je stemmen in je hoofd die je hebt. Dan heb je een harde stem en een zachte stem. En die zachte stem, dat is wat je zachtjes tegen jezelf zegt van, oh, dat zou ik zo graag willen. En die harde stem die zegt dan van, ja, nee, maar dat gaat dadelijk niet lukken. Of het is te hoog gegrepen. Of het is niet realistisch. En wat er dus gebeurt is op het moment dat je dus kiest voor zo'n doel, zo'n manifestatiedoel, dan ben je vol zelfvertrouwen, dan heb je er zin in, dan voel je je fijn, dan kun je de hele wereld aan en dan gebeurt er iets in jouw leven of een eigen gedachte in jouw hoofd of iemand die iets tegen jou zegt of je leest iets van iemand anders en bam, je wordt eigenlijk helemaal uit jouw element gehaald en helemaal uit je eigen bubbel gehaald en je denkt, oh nee, dit gaat niet werken. En dit is het proces wat dus continu het hele leven gebeurt. En dat is ook de uitdaging in het leven om dicht bij jezelf te blijven. Dus als jij je wensen, je dromen, je verlangens wil manifesteren, dan is het heel erg belangrijk om continu heel dicht bij jezelf te blijven. En heel dicht bij jezelf blijven, dat betekent dat jij ondanks elke situatie krachtig blijft, sterk blijft, stabiel blijft, rustig blijft en helder blijft om de juiste beslissingen en acties te nemen. En dat is dus de uitdaging van het leven waarin we leven, is dat we dus continu hiermee te maken hebben met deze uitdagingen. Dus de kunst van manifesteren wat je heel graag wil, dat komt omdat het heel, dan moet ik het goed zeggen, Daarvoor is het heel erg belangrijk dat je heel bewust bent. En het gaat dus om je bewustzijn. Want alles draait om de belevingen die we hebben. We beleven, hè, we hebben allemaal belevingen. We beleven alles, we waarnemen alles.
Maar het gaat erom van, oké, wat voor betekenis geef jij eraan? Want het waarnemen is één ding, maar vervolgens kun je er twee betekenissen aan geven. Of de positieve, of de negatieve. En wat er dus heel snel gebeurt, is dat wij snel de negatieve kant opschieten. Nou, en hoe komt dat dan? Dat heeft te maken met onze jeugd, hoe we opgevoed zijn, onze familielijn, dus wat er in de familie speelt. Dat je dat al energetisch en systemisch doorkrijgt vanuit je familielijn. Hebben we ook nog dat je alles wat je in dit leven meemaakt, dus niet alleen je jeugd, maar de rest van je leven, dat je dus ook geconditioneerd wordt. En door alles wat je meemaakt wat niet fijn is, krijg je een soort imprints in je brein. Dus in je brein wordt een neurocorticaal pad aangelegd waar een herinnering of een emotie wordt opgeslagen. En doordat je dat hebt meegemaakt, creëer je automatische programma's waardoor je op bepaalde manieren gaat reageren. Naar anderen toe, naar de wereld toe, naar jezelf toe. En dat heeft allemaal te maken met dat jij de dingen in je leven hebt meegemaakt. Nou, dat is jouw innerlijke wereld. Je hebt dus in jouw innerlijke wereld allerlei programma's ontwikkeld, automatismes ontwikkeld, beschermingsmechanismes ontwikkeld, waardoor jij op een bepaalde manier denkt, voelt, reageert. Nou, en de kunst is dus om in het leven jezelf zo te ontwikkelen dat je heel bewust wordt van al die automatische programma's die zich continu afspelen in je hoofd, waardoor je continu een bepaalde manier van reageren hebt en handelen hebt. Want dat heeft namelijk van invloed op de doelen die je wil bereiken. En ik geloof dat een van onze mooiste dingen is die wij in dit leven mogen ontwikkelen, is ons bewustzijn. En dat vraagt om, nou ja, laat ik het zo zeggen, iedereen kan dat leren. Om heel bewust te worden van hoe je reageert, hoe je denkt, hoe je handelt, waar dat vandaan komt en hoe je dat kan sturen. Want je kunt dat sturen, maar dat vraagt om training, dat vraagt om focus, dat vraagt om aandacht. Hetzelfde als dat je naar de sportschool gaat en 100 kilo wil tillen. Je begint met 1 kilo en de volgende dag 1,5 en dan blijft het die week op 2 hangen. En die week daarna ga je naar 3. En dan ben je weer 2-3 weken bezig met 3 en dan ga je naar 4. Nou, en uiteindelijk kun je 100 kilo tillen. En dat is dit ook. Als jij heel graag om de mooiste dingen in je leven wil manifesteren, Dan komt dat doordat jij jezelf zo begeleidt, traint, dat je zo bewust wordt van wat er voor jou mogelijk is en dat je daar op een bepaalde manier op gaat reageren en gaat handelen en dat dat ook dan voor jou gaat werken. Dus ik zeg ook altijd 80% van je succes komt van je mindset af, maar eigenlijk is dat, nou ja, is echt wel een heel groot gedeelte. Natuurlijk moet je, als je iets wil bereiken, moet je ook in de actiestand. Het is niet, je gaat op een meditatiematje zitten en het komt aanwaaien. Je moet daar ook echt iets voor doen. Maar het komt wel af van je mindset. Want als er dus iets in gebeurt en iemand zegt iets tegen je of je leest iets of vanuit jouw eigen pijnstukken en conditioneringen reageer je op dingen die je heel graag wil en je denkt, oh, ik kan het niet. Ja, dan word je uit je lood geslagen. En ik zie dat als zijnde je lood is, zeg maar, gewoon jouw veilige bubbel waarin jij je veilig voelt, waarin je zeker voelt, wanneer je vertrouwen hebt, waarin je zekerheid voelt, en rust voelt. En dan raak je eruit. Dus je wordt uit je lood geslagen. En dan krijg je, ja, zie je wel, ik kan het toch niet, of het is niet voor mij bestemd. En dan, wat er dan gebeurt is, dan kom je in die negatieve spiraal. En dan kom je in een lage energie. En vanuit die lage energie ga je nooit manifesteren wat je graag wil. Want manifesteren doe je vanuit hoge energie, hoge vibratie, hoge vibes, zeg maar, high vibes. En alles wat in het universum is, leeft op energie. Alles is energie. Dus als jij iets wil manifesteren, doe je dat vanuit die hoge frequentie, die high vibes, die hoge energie.
En dan komt wat je heel graag wil, komt veel makkelijker naar jou toe dan dat jij in die lage energie blijft. Ja, zie je wel, kan het niet. Dan ga je gewoon niet realiseren wat je werkelijk kan realiseren. En ik weet dat dit makkelijk gezegd is dan gedaan. Hè? Dus, maar dat is ook, kijk, wat ik ook met mijn bedrijven doe, is ik geef mijn klanten oefeningen mee en begeleiding, zodat zij in die hoge energie komen, die oefeningen doen, zodat ze in die hoge energie blijven en vanuit daar aantrekken wat ze heel graag willen manifesteren. En dat iedereen kan dat leren, maar het belangrijkste is dat jij de keuze maakt. Ik wil het nu echt anders. Ik wil dat patroon doorbreken. Ik wil juist nu wel echt daadwerkelijk waarmaken wat ik zo graag wil. Hè, dus de allereerste stap is het maken van de beslissing. Ja, ik kies ervoor om het nu te veranderen. En waar lopen heel veel mensen op vast? Ze lopen vast op, ja, maar hoe dan? Ik weet nog dat een van mijn mentoren uit Amerika zei, Dean Jackson heet hij, een van de marketinggoeroes uit Amerika. Heel veel mensen lopen vast op, ik weet niet hoe. En dan stoppen ze. Want ik weet niet hoe. En dan zegt die harde stem in je hoofd, ja, dus als je niet weet hoe, dan zal je er wel niks van bakken, hè? Dan komt er niks van terecht. En zo kom je weer in die lage energie, word je uit je lood geslagen en realiseer je niet wat je werkelijk kan realiseren. Want onze potentie is enorm groot. Wij hebben als mensen zo'n enorme kracht, zo'n enorme potentie om alles te manifesteren wat we willen. En misschien denk je nu, ja Danielle, wat een bullshit. Nou, je mag dat vinden. Dan wil ik aan jou de wedervraag stellen. Is dat die harde stem in je hoofd die dat zegt of die zachte stem? Want we laten ons zo vaak continu saboteren door onze automatische programma's, onze conditioneringen. Hè? En dat is ook als mensen dus kritiek hebben of tegen iemand zeggen dat iets niet kan of iets niet aannemen, dan is dat 9 van de 10 keer komt dat ook vanuit hun conditioneringen, vanuit hun pijnstukken. En hebben zij daar nog iets op te lossen? Het universum waarin we leven, het is het veld van oneindige mogelijkheden. Je kunt alles manifesteren wat je wil. En ik kan dat beamen, want als ik kijk naar mijn leven 15 jaar geleden en nu. 15 jaar geleden was ik nog in loondienst. Ik voelde dat ik heel veel potentie had. Ik wilde veel meer. Maar ja, dat lukte gewoon niet in loondienst. En ik had heel lang het verlangen om mijn eigen bedrijf te starten. Maar ja, wat dan? En hoe dan? Nou, daar komt ie. En als ik nu terugkijk, weet je, ik heb 4 bedrijven succesvol opgezet. Ik ben nu met mijn partner bezig. Hij is nu een heel mooi bedrijf op het zetten. Daar begeleid ik ook een stukje in mee. We hebben een heel mooi droomhuis gerealiseerd en gemanifesteerd. We hebben paarden gemanifesteerd. Ons huwelijk, wat diepe dalen had, heeft een hele mooie positieve omkering gekregen. Er is veel meer rust in het gezin gekomen met de 3 hyperactieve kinderen. Mijn moeder die heeft na heel lang, nou, na 20 jaar psychische instabiliteit, veel meer stabiliteit gecreëerd en gemanifesteerd. Dus ja, ik kan echt beamen dat je, als je heel graag wil, jouw leven wil veranderen en meer geluk wil en meer werkgeluk en levensgeluk wil, dat jij in staat bent om dat te veranderen. Want ik was iemand vroeger die door mijn conditioneringen, door wat ik heb meegemaakt vroeger met mijn moeder, die psychische instabiliteit had, dat was heel pijnlijk. Dat was gewoon echt niet fijn. Dus wat gebeurde er? Onbewust, want heel veel speelt, dus 90% speelt onderbewust af. Ik had een muur opgetrokken. Ik had een muur opgetrokken van bescherming. Dat ik niet meer geraakt werd door de situaties die er steeds speelden. En het was niet dat ik daar een keuze in had gemaakt van, oké, laat ik eens even een muur optrekken. Helemaal niet. Maar dat gebeurt door de dingen die we meemaken. En ik heb dus, nou ja, ik denk dat ik ik weet het niet eens meer. Best wel een aantal. Ja, mijn eerste ervaring was toch wel toen ik 23 was. Toen kwam ik in aanraking met de eerste persoonlijke ontwikkeling en manifestatietechnieken. En toen ben ik dat gaan toepassen in mijn leven. Ook al dacht ik nog, nou, volgens mij is dit niet voor mij bestemd. En ik heb dus zoveel gemanifesteerd in mijn leven, terwijl ik dus
toen dacht, nou, dat onmogelijk. En toch is het allemaal gelukt. Doordat ik mezelf ben gaan trainen in mijn bewustzijn, in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik ben heel erg gegroeid van iemand die continu heel erg in mijn hoofd zat. Nadenken, piekeren, om tot antwoorden te komen. Heel veel in angst, heel veel in onzekerheid. Ja, maar als ik dit doe, wat dan? Als dat gebeurt, bla bla bla. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb zoveel doorstaan daarin. En ik zeg niet om nou hoofd van de toren te blazen, want zo zit ik helemaal niet in elkaar. Maar ik zeg dit zodat jij misschien ook denkt, oh wauw, als zij het kan, dan kan ik het ook. En het is niet alleen dat het bij mij gelukt is, want het is ook bij de klanten die ik heb begeleid en nog steeds begeleid, lukt het ook. Maar het gaat erom, blijf jij in de slachtofferrol en blijf jij steeds dat je uit je lood wordt geslagen, dat je niet manifesteert je doelen, je wensen en je dromen? Of kies je er nu echt voor om de keuze te maken van, en nu is het klaar en nu ga ik het anders doen en nou ga ik manifesteren wat ik zo graag wil? En dat heeft alles te maken met het maken van keuze. En dan ook daarbij blijven en jezelf toestaan om te leren, te ontwikkelen en te groeien. En als jij iemand bent die denkt, ja, maar dat zal wel niet werken en dat komt toch allemaal niet goed en het gaat me toch niet lukken, dan blijf jij slachtoffer van je leven. In plaats van dat je de creator van je leven bent. We zijn allemaal creators van ons eigen leven. We creëren ons eigen leven volledig zelf. We hebben volledig zelf de regie over hoe het allemaal loopt. Ja, nu misschien denk je, oh Daniel, wat een onzin, kraam je uit. Ja, dat is ook weer die geconditioneerde stem in je hoofd die dat zegt. En misschien denk je nu, ja, wat een bullshit, want met mijn gezondheid, daar heb ik toch helemaal geen invloed op. Ja, zeker. Daar heb je wel invloed op. Je bent echt creator van je eigen leven. Zelfs mensen die ernstig ziek waren, die hiermee aan de slag gingen en manifestatietechnieken hebben geleerd, hebben hun gezondheid verbeterd. En dat is gewoon vanuit onderzoeken aangetoond. Een van de meest inspirerende mensen op dat vlak vind ik Joe Dispenza. Die onderzoekt dat soort dingen dus. En ook met betrekking tot gezondheid. Ik ken ook mensen die aan de slag zijn gegaan met manifestatietechnieken. En die hun gezondheid volledig hebben hersteld. En dat kan. Ik heb zelf ook een allergie die ik had. En ik had daar medicatie voor. En toen ik in aanraking kwam met een aantal manifestatietechnieken, zei ik, nou, nu is het klaar. En nu wordt mijn gezondheid beter. En ik ben gestopt met medicatie en de allergie is weg. Ja, klinkt misschien ongelooflijk, maar het is wel zo. Het gaat allemaal om bewustzijn. Bewuste keuzes maken. Bewust voelen, bewust denken, bewust zien, bewust horen. Bewust beslissingen nemen. Bewust ervaren. Bewust dingen zeggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het creëren van je eigen leven. En je kunt twee dingen doen. Je kunt kiezen of ik blijf slachtoffer van mijn leven, want het is toch allemaal zo ruk. Of je besluit om het anders te gaan doen en de creator van je leven te worden. En nu ga ik het veranderen. En nu dit jaar wordt mijn jaar. En ik zie ook heel duidelijk groepen mensen die ervoor kiezen om in de slachtofferrol te blijven zitten. En die ervoor kiezen om nu de knoop door te hakken. Hè, en ja, ik krijg ook wel eens reacties van mensen. Dat zijn dan niet die mensen die ik dan direct spreek, maar dan bijvoorbeeld via social media die dan ergens op reageren, op een advertentie of iets dergelijks. En die dan vol ongeloof zijn en dan zeggen van ja, ik geloof er niet in en mooie praatjes, bla 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 bla. En ik spreek dit dan toch wel uit. En ik moet zeggen, vroeger had ik daar heel veel moeite mee als dat gezegd werd tegen me. Tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig denk ik, oh, ik gun jou hulp. Ik gun jou een groeiproces. Ik gun jou meer bewustzijn. Want hoe harder iemand schreeuwt en negatief, hoe meer die eigenlijk zegt, ik heb hulp nodig. En dan als die heel veel schreeuwt of zegt en kritisch is of wat dan ook, ik heb heel veel hulp nodig. Dus ik heb altijd heel erg medelijden met die mensen. Omdat ik weet dat ze nog in de slachtofferrol zitten van hun leven. En het hoeft niet zo te zijn. Je hebt altijd de keuze in alles wat je doet.
Altijd. En ik weet nog wel dat ik dit leerde en ik dacht, oh, ik wil wel, maar ik vind het zo moeilijk. En hoe dan? Totdat ik heel veel trainingen ben gaan volgen op dit vlak. Mezelf ben gaan trainen. Heel veel reflectie doe. Coaching. Ik ben heel goed in mezelf coachen, al zeg ik het zelf. Daar leer je zo ontzettend veel van. En nee, ik doe niet alles zelf. Ook ik schakel hulp in van coaches of trainers of whatever. Ik verdiep me. Ik leer heel veel. Ik ben echt een eeuwige leerling. En dat doe ik omdat je bent nooit uitgeleerd. Als jij alles wil manifesteren in je leven wat je wil. En prettig door het leven wil gaan. Gelukkig wil zijn. Voldoening wil ervaren. Vertrouwen. Plezier. Joy. Vreugde. Dan is de sleutel tot succes bewustzijn. En als er iets niet lukt, dan is dat omdat er ergens iets in je geblokkeerd is. En als er één ding geblokkeerd is, blokkeert dat de rest. En met bewustzijn kun je die blokkades opheffen. Zodat je energie gaat stromen en dat je gaat manifesteren wat je heel graag wil. En dat is valt of staat met bewustzijn, dat is alles. Dus, als jij dit jaar jouw jaar wil maken en al je wensen, je dromen, je doelen wil manifesteren, dan vraagt dat van jou om nog bewuster te zijn wat je aan het doen bent, wat je denkt, wat je doet, wat je voelt. En dat is een fantastisch proces. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zo dankbaar ben dat ik dit allemaal heb geleerd, dat ik dit ook door mag geven, dat ik jou daarmee mag inspireren. Want ik weet gewoon dat je veel meer kan. En waarschijnlijk als jij dit nu luistert, weet je dat ook. En zul je het misschien niet hardop zeggen, maar de reden dat je naar deze podcast luistert is wel dat jij voelt van, hé, er is gewoon meer mogelijk. Dus, ook heel belangrijk is, wees gewoon dankbaar voor elk klein dingetje wat er gebeurt. Wees dankbaar voor alles wat er al is. We zijn zo gewend om steeds naar de toekomst te kijken. Nou, oh, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. Dat is mooi, dat mag. Maar de basis is dankbaar zijn in het nu. Ik ben heel dankbaar voor wat er nu is. Ik ben heel blij voor wat er nu is. Ook al is het een shit situatie waarin je zit. Dan nog, shit situaties zorgen altijd weer voor cadeautjes. Je leert altijd weer van een shit situatie. Je komt er altijd sterker uit. Ik heb zoveel shit situaties in mijn leven gehad. Ook momenten dat ik het echt gewoon totaal niet meer zag zitten. Maar nu weet ik inmiddels, als ik eruit kom, kom ik altijd sterker uit. Is mijn rugzakje weer gevuld, dan ga ik weer door. En elke situatie die niet leuk was, daar heb ik weer mooie dingen in geleerd. Dus dat is ook wel heel belangrijk, dat je goed nagaat van, oké, dit is wat het is. Ik ben dankbaar voor wat er wel is. En ik ga verder naar dat stukje, daar wil ik ook naartoe. Maar wat er is, dat is en dat is oké. En daar ben ik heel dankbaar voor en heel gelukkig mee. Dus, daarmee ga ik afsluiten. Ik wens jou een hele mooie dag, avond of nacht. Net wanneer dat je dit luistert.